Goedenavond, dames en heren. Fijn dat jullie gekomen zijn. Gaat u er maar eens rustig voor zitten, want u krijgt zo dadelijk een heel merkwaardige geschiedenis voorgeschoteld. De man waar het hier allemaal om draait, ziet u hier. William Wrigley. De dame naast William is zijn lieve vrouw Clarisse. En daarachter loopt hun lieftallige dochter Suzanne. In de rolstoel zit oma. Ze is de schoonmoeder van William Wrigley. Ze is 83 jaar en woont bij de Wrigley's in huis. Dit is Charlie Soap, de grootste maffiabaas van Chicago. Een schurk die mij als politie-inspecteur het bloed onder mijn nagels wil halen. En dan mogen we natuurlijk die twee aanstellende kreten niet vergeten die constant achter hem aanhuppelen. Mitzi en Poepsie! Die idioot die nu passeert is professor Albert Toestein. Wat die vindt erbij komt doen, dat merkt u nog wel. Die gelegenheid is eigendom van een Italiaanse dame die zich Donna Tricolore noemt. Wel. Buonanotte, buonanotte spectatori, benvenuti al spettacolo. De agenten Chap en Wopper. Ik heb een belangrijke mededeling voor jullie allemaal. Ja. Krijg ik dan koffie, thee? Ja, maar, William, alsjeblieft, je bent hier thuis en niet in een of andere belangrijke vergadering. Suzanne, geef oma nog eens een koffie. Pap is vast weer iets nieuws uitgevonden. Tuurlijk. Dat nieuwe snoepje van je pap, maar het noemt het ook alweer. Ja, je hebt het nog gezegd, knauwgom. Knauwgom, Suzanne. Ik ga een patent hierop aanvragen, zodat niemand het ooit zal kunnen namaken. Nergens, het blijft geheim. Geen mens mag het te weten komen, nee. Je hebt het toch wel veilig opgeborgen? Het recept bedoel ik? Verstopt op een plek waar niemand in de verste verte ooit zal gaan zoeken. Nee. Binnen een jaar zul je het overal zien staan. In zulke koeien van letters. William Wrigley's kauwgom, de enige echte. Oh, krijg dan een nieuwe jurk, pap, please. Kom voor mijn part nog 10 als je wilt. Ja. Nee, maar ik wil wel eerst een nieuwe slaapkamer, hè. Met een nieuw dekbed. Een slaapkamer. Jij krijgt van mij een hemelbed. En Afinia en Australië. Oh ja. Ik koop mij de mooiste dingen. Ja, zeg. En wij gaan allemaal samen eten in het allerchicste restaurant. Ja. Oh, maar dan wil ik wel ijs hoor. En met warme chocolade. En met slagroom. Ja, ik vind niet dat die Bobby Pinson een jongen is waar jij mee moet omgaan. Ja, dat kunt u wel zeggen, maar ik vind hem vreselijk aardig en echt super cool. Ik heb gehoord dat hij omgaat met mensen die me absoluut niet aanstaan. Zie je wel, hij laat zich ook altijd die rollen om de tuin heen. Ik heb het hier wel over misdadigers, Suzanne. Ja. Trekt zo'n gezicht als een oorworm. Ja, er is ook wel een reden voor. Iedereen is van slag vandaag. En mijn vader nog het meeste van allemaal. Hoezo dan? Ja. Hierdoor. Papa's nieuwste uitvinding. Daarmee gaat hij de wereld veroveren. Wat is dat voor spul? Ja, het noemt kauwgom. En zeg maar tegen je vader dat ik niets meer te maken wil hebben met die Charlie Soap. En dat ga ik hem nu direct vertellen. Dag Suzanne. Dag Bobby. Die kerel kan nooit op tijd zijn. Hij is er al pro. Wat pro? Die gast is er wel pro. Hij is contra. Hij is pro. Hij is ook professor. Ja, dat bedoel je toch, hè, Harry? Dat bedoel je toch, hè, Harry Mami? De beste speurneuzen van heel Chicago! Ik vind het net een naam voor twee kleine schattige boskaboutertjes. Maar dit is niks. Gaan we eindelijk hun geld verdienen? Allora.
Via Lievermond ben ik erachter gekomen dat hier in de stad een kerel rondloopt die een uitvinding heeft gedaan. Wat is er niet? Wat moet je nou met een uitvinding? Zeg, ja, kom maar niet, hè. Ga vinden. En zeker Willem Wrigley heeft een patent aangevraagd voor een nieuw snoepje. Het moet voor hem toch een koud kunstje zijn om via zijn vriendin erachter te komen waar papi zijn spulletjes op bericht. De vraag is alleen of hij meewerkt. Zo doortrapt en gemeen als wij. Is hij nog gelijk? Hij is nog maar een begin. En nog een beetje groen achter zijn oren. De vader van dat vriendinnetje van je, Bobby, die heeft iets uitgevonden dat onze bijzondere aandacht heeft. Zo? Daar weet ik niets van. Oh, nou? Een heel speciaal snoepje waarmee hij de wereld denkt te veroveren. En je voelt al waar we heen gaan, Bobby. Die wereld gaan wij veroveren. Wij zeggen mee. Yeah! Hardkoos. Yeah! En Gil. Yeah! Kortom, wij zijn sopers. Oh, yeah! De sopers! Dus u denkt dat Charlie in zijn soap, in Charlie's soap, iets van plan zijn, inspecteur? Ik vind dat ze zich wat al te rustig houden, mijn beste Chuck. Dat is vast stilte voor de storm. Die kerels bereiden zich voor op een grote slag. Wat ik wil zeggen is... Er is maar één mogelijkheid om voor eens en voor altijd een einde te maken aan die bende van de sopen. En dat is, zo beter dat, betrappen! Zullen ze eens wel laten zien? Ik ga vannacht nog een sokje breien. Zou je dat nu wel doen? Je hebt je slaap hard nodig. En daarbij, het is slecht voor je ogen. Ach, laat haar toch. Als ze dat nu toch zo graag doet. Het enige waar jij tijd voor hebt, hè? Wat zijn je uitvindingen? En als er iets met oma gebeurt, is het jouw schuld. Oké. Morgen schroef ik heel dat onderstel muur vast. En dan kan er niks meer gebeuren. Maar gaan we nu slapen of blijf je wachten tot oma haar sok heeft afgemaakt? Zo, dat is niet niets wat je me daar vertelt, Bobby. Als ze dit ooit weten komen, is het met mij gedaan, inspecteur. Niemand komt iets te weten. En zeker Charlie Sol. Alles? Ik wil niet dat er problemen komen. En bovendien, ik laat me niet dwingen door Charlie Sol. Dat is hoor ik graag, Bobby. Waren er maar meer van je vriendjes die hetzelfde zeiden? William? William, heb je dat ook gehoord? William! Mama, ik hoorde een vreselijk gegil. Wat is er gebeurd? Wie ging er zo tekeer? Wat een lawaai zeg! Inbrekers, dat waren vast inbrekers. Rustig maar. Nee, niet rustig. Laten we kijken wat er ontbreekt hier in huis. Wat missen we? Ja. Kijk eens. We kunnen zelfs met enige zekerheid zeggen wie de daders zijn. U bent verbaasd, zegt u? Jazeker, daar kan ik in komen. Maar maak u zich geen zorgen, we zullen onmiddellijk actie ondernemen. Wat u moet doen, zegt u, vraagt u? Voorlopig niets. Blijft u voorlopig gewoon thuis en wacht u af. Ja, wij houden u van uur tot uur op de hoogte. We zullen voorzichtig te werk moeten gaan. Heel voorzichtig, collega. Stel je maar eens voor dat we zelf de lucht in vliegen. Dizzy, dankie. Hun clublokaal, mannen. Ik durf er mijn hoofd op te verwedden dat we daar meer zullen vinden.
Jij moet wel een heel slimme oma zijn. Want je hebt natuurlijk al lang in de gaten waarom je hier bent. Stelletjes meelopen! Ik wil naar huis! Naar huis! Naar huis! Gaan we nu naar de dingen tegen elkaar zingen? Nee toch zeker? Ze komen geen steek verder! Ik breng me tegen haar huis. Dat heb je toch gezegd? Maar eerst ga jij ons enkele zaken vertellen. Over het recept van de kauwgom? Ja, ik weet het weer. Voor 30 koekjes begin je met 175 gram poedersuiker. Poedersuiker. Kom. Eerst goed zeven. En dat meng je dan met 1,5 deciliter eucalyptussiroop. Eucalyptussiroop. En dat meng je dan met 400 gram bakmeel, 200 gram boter en een handjevol gemalen hazelnoten. De geschiedenis die u zo net gezien heeft. De geschiedenis van de kauwgom.